Doe een vinger naar beneden als je vrienden of familie je er vaak op wijzen dat je te veel met je smartphone bezig bent. Doe een vinger naar beneden als je je gsm altijd bij je hebt. Doe een vinger naar beneden als je het een ramp zou vinden als je gsm gestolen zou zijn. Doe een vinger naar beneden als je vaak op je gsm zit tijdens het eten. Doe een vinger naar beneden als je vaak langer op je smartphone bezig bent dan dat je eigenlijk van plan was. Doe een vinger naar beneden als op je smartphone zitten het eerste en het laatste is dat je op een dag doet. Doe een vinger naar beneden als je ooit al wel eens het gevoel hebt gehad dat je gsm aan het trillen was, terwijl het helemaal niet zo was. Doe een vinger naar beneden als je niet kan opletten in de les, omdat je niet van je smartphone kan afblijven. Doe een vinger naar beneden als je smartphone altijd in je buurt hebt liggen en daardoor vaak afgeleid wordt door inkomende meldingen. Doe een vinger naar beneden als je vaak te weinig geslapen hebt door je smartphonegebruik. Hey, ik ben Mien van Life Goal Academy, van waaruit ik online trainingen geef en mensen coach om het beste in zichzelf naar boven te halen. Een thema dat daar heel vaak aan bod komt is Digital Detox. Of anders gezegd, hoe kan ik wat meer afstand nemen van mijn gsm? In deze video ga ik dan ook een aantal praktische tips meegeven om dat te kunnen doen. Voor we daarin duiken, wil ik jullie eerst eens de vraag stellen: wat zou je doen met een uur extra vrije tijd per dag? Noteer dus eens voor jezelf. Stel dat je elke dag een uur extra hebt, wat zou je daarmee doen? Sporten, slapen, eten, met vrienden afspreken, maakt niet uit, iets dat voor jou belangrijk is. Waarom stel ik die vraag? Omdat bewuster met gsm bezig zijn makkelijk een uur extra per dag kan opleveren. En zolang jij niet gelooft dat het nodig is om wat meer afstand te nemen van je gsm, zal dat natuurlijk ook niet gebeuren. En dat is uiteraard ook prima. Diep van binnen weten de meesten onder ons wel dat we beter wat minder met ons gsm zouden bezig zijn. Wat maakt dat nu zo moeilijk? Dat heeft een aantal verschillende redenen, onder andere het dopamineverhaal. Dopamine wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Het is een stofje dat vrijkomt elke keer wanneer we iets doen waar we plezier aan beleven. Het is gekoppeld aan het beloningscentrum in de hersenen. Dus uiteraard gaan we daar elke keer meer van doen, omdat ons dat een fijn gevoel geeft. Dat is de leuke kant van het verhaal. De minder handige kant van het verhaal is dat die stof ook vrijkomt elke keer wanneer we nieuwe informatie ontvangen, nieuwe prikkel krijgen. Dus bij elke mail, elke notificatie, elke like, elk bericht, maakt niet uit, gaat dat stofje vrijkomen. Wat maakt dat we dus als het ware bijna letterlijk verslaafd worden aan gsm, aan prikkels en noem maar op. En dat we steeds meer op zoek gaan naar nieuwe informatie, nieuwe prikkels, etc. Daarnaast is er natuurlijk nog het FOMO-verhaal. Fear of missing out, de schrik om iets te missen. Durf het eens omdraaien. Wat mis je echt wanneer je continu met je gsm bezig bent? Een zonsondergang is zoveel mooier in het echt dan dat je die door een scherm bekijkt. Of halvelings naar een serie kijken, omdat je ondertussen op je gsm zit, geeft niet zoveel voldoening. En echt diepgaande gesprekken met mensen zijn ook best lastig wanneer je gsm bijna letterlijk in de weg zit. Dus, hoe kunnen we dat nu anders doen? Daarom ga ik jullie een aantal praktische tips meegeven. Eerst en vooral heel belangrijk om je ervan bewust te zijn. Hoe vaak en wanneer neem jij je gsm? Als je niet weet dat je aan het bloeien bent, kan je ook geen pleister kleven. En een aantal apps die je daarbij kunnen helpen zijn bijvoorbeeld Moment of Quality Time. Dat zijn apps waarmee je smartphone gebruik kunt tracken. Dus dat je een beetje een inzicht kan krijgen in hoeveel je gsm gebruikt. Daarnaast, elke keer wanneer je je gsm neemt, vraag dan eens af waarom dat je dat doet. Is dat om effectief iets op te zoeken? Is dat als afleiding? Is dat om de tijd te doden? Zelf merk ik dat ik heel makkelijk de neiging heb om mijn gsm te nemen op het moment dat ik een stukje vastloop met iets. Met een lastige gedachte of met een taak niet goed weet hoe ik daarmee verder kan. En ik heb mezelf de gewoonte aangeleerd om me dan de vraag te stellen,
ga mijn gsm helpen om hier nu mee verder te kunnen. En meestal is dat niet het geval. Dus daag jezelf ook eens uit en stel jezelf de vraag waarom je je gsm neemt. Heel praktisch, zet notificaties uit. Mail, LinkedIn, Instagram, Facebook, maakt niet uit. Al die bedrijven hebben psychologen in dienst die ervoor zorgen dat die applicatie zo is gebouwd om jou daar zo lang mogelijk te houden. Dus eens dat je daarin zit, is het heel lastig om eruit te geraken. Dus vermijd de verleiding en zorg dat je enkel zelf gaat kijken wanneer dat je zelf beslist om er naartoe te gaan. Daaraan gekoppeld, durf internet ook eens uitzetten. Dus zorg dat je dan op die manier wel bereikbaar blijft, waarbij dat internet uitstaat. Zo ga je veel minder makkelijk in de verleiding komen om toch te gaan checken. Op reis durf ik daar nog een stapje verder in gaan en zet ik makkelijk mijn vliegtuigstand op, want dan kan ik er echt van genieten om eens helemaal onbereikbaar te zijn en kan ik wel mijn gsm nog gebruiken om foto's te trekken. In verband daarmee, veel mensen halen ook het argument aan van ja, maar mijn gsm is mijn wekker en ik wil weten hoe laat het is. Koop een horloge, koop een wekker, want je hebt je gsm daar niet per se voor nodig. En dat is een veelgebruikt excuus en er bestaan echt wel alternatieven. Daar ook aan gekoppeld, vermijd gsm in de slaapkamer. Zelf neem ik mijn gsm niet mee naar de slaapkamer, behalve in het weekend. En het zorgt echt voor een betere nachtrust. En het zorgt er ook voor dat je 's morgens minder in de verleiding komt. En dat je 's morgens al eventjes een moment hebt zonder die gsm. Belangrijk is wel, wanneer je beslist om minder online te zijn, om daarover te communiceren met anderen. Zelf had ik dat niet gedaan en zo stond ik op een bepaald moment aan een verkeerd restaurant omdat ik mijn WhatsApp niet meer gecheckt had. Ondertussen weten veel mensen dat ik vaak langere tijd offline ben en als er dan iets dringend is, dan sturen ze mij een sms in de plaats van een WhatsApp. Ook handig is om proactief te zijn naar jezelf en om je daarop voor te bereiden. Dat was in het begin ook bij mij een valkuil. Dus ik wilde dan wel meer offline zijn en dan was ik vergeten om een adres op te zoeken of iets anders. En dan ging ik toch online en dan was ik weer vertrokken. Leuk is trouwens om samen afspraken te maken met je vrienden en bijvoorbeeld te zeggen, we doen een dinerdate zonder gsm. Bij het binnenkomen legt iedereen zijn gsm in een grote schaal en we komen daar niet aan tot de avond voorbij is. Zo is het ook makkelijker omdat je het allemaal samen doet. En leer jezelf ook eens vervelen. Je brein heeft die rust echt nodig. En begin met korte momenten, zoals aan de kassa van de supermarkt, of wanneer dat je wacht op een vriend of vriendin op café, of dat je wacht op de bus, of eender wanneer. Gun je brein de rust die het nodig heeft. En laat je gsm ook eens thuis. Ook hier, begin met korte momenten en voel wat het effect hiervan is. En vraag jezelf af of je nu effectief iets gemist hebt. De kans is klein. En als het wel zo is, weegt dat vaak niet op tegen de voldoening die dat je ervaart door eventjes ongestoord met iets te kunnen bezig zijn. Voilà, dat waren een aantal tips rond meer afstand nemen van je gsm. Voor alle duidelijkheid is dit absoluut geen pleidooi om te stoppen met je gsm gebruik. Zelf heb ik het uiteraard ook. Ik vind het een ontzettend waardevolle tool. Ik gebruik hem voor mijn bedrijf. Ik gebruik Instagram voor mijn bedrijf. Het is ontzettend handig. Wel is het een pleidooi om meer bewust met je gsm om te gaan. En bekijk dus ook eens wat het je allemaal brengt. Wat zijn de applicaties, wat zijn de tools die je gebruikt die je leven mooier, rijker, handiger, waardevoller maken. En verlies die zeker ook niet uit het oog. Als je nog meer tips wilt ontvangen, volg dan zeker Life Goal Academy op Instagram. En vergeet niet om daar absoluut wel de meldingen aan te zetten.